Hallo allemaal, welkom bij Papercraft Mix. Ik ben het, Brigitta, en je kijkt naar de eerste video van dit jaar voor de Craft the Vault samenwerking die ik ben aangegaan met Jamie, Poet Spice. Zij is de host van deze samenwerking en de naam zegt het al, Craft the Vault, kraak de kluis. In deze video laten we projecten zien die we gemaakt hebben met spullen uit onze voorraad, uit onze stash, die we al langer als 6 maanden hebben en die we nog nooit of heel erg weinig gebruikt hebben. Ik denk dat ik wel voor iedere knutselaar spreek als ik zeg dat we dat werkelijk allemaal hebben. Vorig jaar deed ik ook mee aan deze samenwerking. Toen heette het de Stash Dive. En ja, het beviel me zo goed om de spullen die ik in het verleden kocht, waar ik veel geld aan uitgegeven heb, om die in ieder geval weer te gaan gebruiken of uiteindelijk nu eens te gaan gebruiken. En de video's worden dus iedere maand geplaatst, iedere derde vrijdag van de maand. En dat is op de Nederlandse tijd 4 uur in de middag. En vorig jaar deden een aantal getalenteerde dames mee, maar dit jaar is het zelfs uitgebreid. Er doen dit jaar maar liefst 15 andere knutselaars mee. En ja, natuurlijk vind je de linken naar hun kanalen in de box hieronder. En neem daar zeker een kijkje voor superveel inspiratie op te doen. Daar zijn een aantal knutselaars bij die ook al heel lang op YouTube aanwezig zijn. En ja, je gaat zeker te weten veel van hun leren en leuke ideeën opdoen. Dan gaan we nu beginnen met wat ik gemaakt heb deze maand. Al mijn mini projectjes, want het zijn kleine dingen, zijn Valentijn. Ja, ik zit helemaal in de Valentijn modus. Ik ben voor Carlijn Design dingen aan het maken in het Valentijn thema. Maar ik heb ook nog een Valentijn swap samen met Nadezhda van de Pink Shop. Mijn YouTube vriendin, hè. We kennen elkaar via YouTube, maar inmiddels ook wel privé. Afgelopen jaren deden we vaak grote swaps. Dit jaar hebben we dat afgesproken niet te doen. Omdat ik toch wel druk ben met van alles en nog wat voor Carlijn. En het enige wat we nog wel hadden staan was een Valentijn Advent swap. Dus daar ben ik mee bezig. En daar ben ik ook een hele hoop kleine Valentijn dingetjes voor aan het maken. Het eerste wat ik jullie laat zien, dat is misschien een klein beetje saai, want dat zijn ja, woordstanzen. Ik heb een aantal woordstanzen voor Valentijn in mijn stash. Al meer dan een half jaar. Sommige zijn al 2 jaar oud, denk ik. Andere zijn van vorig jaar. Al deze woordstanzen die je nu ziet, ze zijn allemaal in het Engels. Die komen van KS Craft. En ik weet niet of jullie KS Craft al kennen. Ik denk veel mensen al wel. Het is een winkel die voorheen alleen op AliExpress was. Maar inmiddels ook op Amazon, volgens mij. Het is een winkel die eigen designers heeft, dus geen namaak. Alles wordt voor hun speciaal ontworpen. En ja, die verkopen dus onder andere hele leuke woordstanzen. En deze heb ik dus uitgestanst. De basis heb ik gebruikt voor allemaal in wit kartstok. Het is wit kartstok met textuur. Die koop ik hier bij mijn plaatselijke knutselwinkel. En ik heb natuurlijk mijn favoriete kleur roze gebruikt, maar dan wel in allerlei verschillende tinten. Zodat ik een voorraadje heb liggen om te gebruiken op mijn projecten. En ja, misschien kan ik er ook een aantal bij Nadezhda in de advent doen. Dan kan zij ze ook gaan gebruiken, want je weet hoeveel tijd dat kost, hè? Super fijn als je deze woorden zo kunt pakken en niet moet uitstansen op dat moment. Nogmaals, KS Craft, ik zal de link hieronder plaatsen. Heeft een goede kwaliteit stanzen, die doen het eigenlijk altijd goed. Ik heb nog nooit een probleem gehad met hun stanzen en ja, ze hebben een hele leuke uitgebreide collectie. Dus dat was nummer 1. Het tweede project van vandaag heb ik gemaakt met een stempelset en een stanzenset die niet heel oud zijn. In ieder geval niet voor mijn stash, maar ik gebruikte wel mijn alcoholmarkers die al enorm oud zijn. Deze alcoholmarkers heb ik denk ik misschien al wel 8, 9 jaar. Ik heb ze heel weinig gebruikt in het verleden. Ik vind kleuren heel erg leuk, maar toch kwam het er vaak niet van. Maar de laatste tijd, ja, de laatste tijd heb ik het helemaal te pakken, het kleurvirus. Bij Carlijn, nu ik in het designteam zit, ja, zijn gewoon hele leuke stempels verkrijgbaar. Bij iedere release die ze uitbrengt zit wel een gave stempelset. Maar er waren ook een hele hoop wat oudere stempelsets die ik super leuk vond. En ik vind het nog steeds het leukste om kleine plaatjes te kleuren. Want ik ben natuurlijk nog geen prof, zo gezegd. En ja, van
Josselijnen Design had je dus deze super gave stempelset die voor Carlijn is uitgebracht. Van die mini varkentjes. Hoe lief zijn die engelenvarkentjes met vleugeltjes en een hartje. Super veel extra dingetjes om je project mee extra te versieren. Deze heet Stempels Valentine Kisses. Dit is de code. En deze vond ik zo leuk. Ik kon hem niet laten liggen. En ik heb zoveel lol gehad met het kleuren van deze stempels. Het is gewoon echt perfect formaat. Ja, nogmaals. Deze alcoholmarkers gebruik ik. Dit zijn Spectrum Noir alcoholmarkers. Nogmaals, vrij oud. Ik geloof niet dat deze exacte nog te verkrijgen zijn. Ze kleuren super fijn en ze hebben twee punten. Dat hebben de meeste wel, volgens mij. En je hebt dus deze punt, die ik altijd gebruik. De smalle of de kleine punt. Maar je hebt ook een zogenaamde bijtelpunt. Nou, iemand mag mij vertellen wie dit gebruikt. Ik heb dit nog nooit gebruikt en ik zie het mezelf ook niet gaan gebruiken. Ik kan met deze niet overweg. Zelfs niet voor de wat grotere oppervlakte. Dus wat mij betreft hadden ze er niet bij hoeven zitten. Ze doen het nog steeds hartstikke goed. Ik ben er heel erg blij mee. Ja, mochten ze opraken in de toekomst, dan ga ik deze niet bijvullen. Dan ga ik wel voor een nieuwe set, denk ik. Ik heb al bij mijn andere promoteamleden tips opgedaan van nieuwe merken alcoholmarkers die ook heel goed zijn en die ook prijstechnisch wat gunstiger zijn. Deze waren destijds best wel duur. En je hebt natuurlijk nog de welbekende Copics, die waren nog duurder destijds. En nu is dat natuurlijk helemaal het geval. Dus ja, dan ga ik in de toekomst wel naar een andere merk op zoek, denk ik. Ik heb dus cadeaulabels gemaakt voor Valentijn, want die had ik ook nog nodig voor de cadeautjes voor mijn kinderen met Valentijn. En de cadeaulabels die ik heb gemaakt, die komen uit deze stanzenset. Dan denk je, oh, dit is toch geen stanzenset voor een label? Nee, dit is het nieuwe Tony Chocoloni doosje. De stanzenset waar je het doosje mee kan maken voor de Tony. Die is gisteren pas uitgebracht bij Carlijn. En hoe gaaf is die? Daar past dus exact een Tony Chocoloni reep in. En die zijn natuurlijk super leuk om cadeau te geven, want hoe lekker zijn die? Maar Carlijn heeft dus heel veel extra stansen hieraan toegevoegd, waar je het doosje mee kan versieren. Maar die hoef je natuurlijk niet per se hiervoor te gebruiken. Kijk, deze grote rechthoek met die schulpjes en die met een stiksteekje, dat is gewoon een slimlijnformaat. Dus daar kun je ook gewoon een slimlijnkaartje mee maken. En je hebt ook een aantal rechthoeken, zoals je wel ziet, in verschillende formaten. En ja, ook die heb je met een stiksteekje, met een schulpje en gewoon. En ik dacht, dit is dus gewoon perfect. Perfecte maat om leuke cadeaulabeltjes te maken met deze schattige stempeltjes. Dan had ik ook nog in mijn vault, in mijn kluis, charms, pedeltjes in het Nederlands. Ja, ook van AliExpress in het verleden gekocht in het Valentijn thema. Die vond ik zo leuk destijds. Kijk, ze zijn goud, ze zijn van metaal. Ze hebben een kleur, deze zijn zwart, maar ik heb ook roze. En daar staat love op gedrukt. En die heb ik dus aan mijn bekerstwijn, aan mijn bakkerstouw gehangen. Die ik hier aan mijn labeltje heb gedaan. Maar hoe leuk zijn deze stansen om gewoon als cadeaulabel te gebruiken. Het is gewoon het perfecte formaat voor die kleine stempeltjes. Ja, in de achtergrond heb ik gestenseld met een hartje stencil van Carlijn. Die heb ik vergeten erbij te pakken. Met de stress inkt en oxide. Ik heb deze gebruikt, de Worn Lipstick. En volgens mij ook nog wel de Spun Sugar. En de I Love You, en ik heb verder hier op de andere nog For You staan. Die komen ook uit die Tony Chocoloni stanzenset. Ik vond ze echt super schattig zo. En ja, is toch heel leuk om aan een cadeautje te hangen. Mijn kleurwerk met mijn alcoholmarkers heb ik witte accentjes gegeven, highlights. Met, nou ja, ik denk ieders favoriete witte pen, de Uniball Zinio. En ook nog Nouveau Drops natuurlijk, wanneer niet. En degene die ik heb gebruikt zijn de Crystal Drop Gloss Red Berry. Super mooie kleur rood. En ja, uiteindelijk vond ik het wel heel schattig uitgevallen. Kijk, ik heb de Jump Ring ook nog versierd met hele kleine kraaltjes uit mijn stash. Het zijn echt microbeads die perfect zijn om in shakers te gebruiken. Maar hier heb ik ze dus ook gebruikt. Die komen van een doos en die kocht ik vorige week of de week daarvoor. Kun je in mijn craftmix video zien bij de Action. Super leuk. En dat is een flinke doos met heel veel verschillende kleurtjes daarin. Nou, ik maak er natuurlijk niet één. Zulke dingen kun je niet maar één maken. Ik heb er gelijk drie gemaakt. Kijk, deze vind ik ook zo lief. Toch schattig. Het is gewoon een cupidootje.
Kijk, kijk lief, kijk. En deze charm die heeft een roze. Ik zal kijken of ik nog kan vinden bij welke winkel ik het op AliExpress heb gekocht. Dat moet ik nog even opzoeken. Dat is niet zeker, want het is echt al wel wat langer bij mij in mijn voorraad. Dus ik ga niet beloven dat ik dat kan terugvinden. Maar kijk, hoe schattig. Natuurlijk doe ik ook alle linken naar het Caroline Design kanaal. Naar de webshop voor de producten hieronder vermelden. Kijk hoe leuk. Het is toch echt super schattig. Ik ben helemaal verliefd op die varkentjes. Ik vind ze zo leuk. Nu zie ik wel dat dit een andere kleur en niveau erop is. En dat is deze. Dat is de Crystal Drop Gloss Carnation Pink. Ja, dat zijn de twee die ik heb gebruikt voor deze. Nou, dat was dan een mini project 2. En dan heb ik nog één ander om jullie te laten zien. En dat zijn... Kijk. Je zult het al zien aan de stanzen set. Het is een set van AliExpress. Ik heb al gezocht naar de link. Omdat ik eigenlijk het productplaatje nog een keer wilde zien. Helaas kon ik niet meer vinden. Dus zo oud is het al. Nou zijn er natuurlijk ja, echt tig sets op internet te koop voor gingers. Maar het zijn dus peperkoekmannetjes. En tegenwoordig zie je die ook in alle thema's. Ik zie er een hele hoop voorbij komen voor Valentijn. Maar je kunt ze natuurlijk voor alles gebruiken. Ik zie ook al een peperkoekmannetje met konijnenoren voor me. Of in hartstikke leuke lentekleuren met bloemetjes of zo. Maar ik wilde ze dus in dit geval voor Valentijn maken. Kei leuk. Het zet er wel een hele hoop kleine standjes bij zoals je ziet. Dus ja, het was wel een beetje gepriegel. Je bent er wel eventjes mee bezig. Maar uiteindelijk is het eindresultaat altijd wel heel erg schattig. En ik maakte dus twee jongens en twee meisjes. Die zal ik jullie laten zien. Ik gebruikte twee kleuren bruin kartstok. Een donkere versie en een wat lichtere versie. Kijk, en dit is zoals ze zijn uitgekomen. Super schattig. Ik gebruikte papier ook van mijn stash. Ook op AliExpress gekocht. Geen idee meer waar. Maar ja, ik dacht, hoe lief zijn ze. Ik heb dus de strik wat hoger opgeplakt met 3D tape. En daarop nog iets geplakt voor wat extra, ja, extra dimensie of wat extra interest, zeg maar. Ik gebruikte dezelfde witte marker om wat frosting, hè, wat van die witte randjes te maken. En voor de rest, ja, ik heb het gezichtje inleeg gedaan, zoals je ziet. Dus het wit terug ingelegd. En met de zwarte marker die oogjes getekend, die pupilletjes. Vond ze wel schattig geworden. En ik heb natuurlijk ook een meisjesversie gemaakt. Daar kan niet achterblijven. En dat is deze. Deze heeft natuurlijk roze kleertjes gekregen. En kijk hoe lief die hartjes zijn als knoopjes. Ik gaf hem hier een bloemetje. Haar, hier een bloemetje in het haar. En roze wangetjes. En hier gebruikte ik een heel klein mini engeltje wat ik had. En een klein hartje. Dit zijn zeker materialen die ik in mijn stash, in mijn kluis heb. En uiteindelijk vond ik ze echt wel grappig uitgevallen. Dit was alles wat ik voor jullie heb vandaag voor mijn Craft The Vault collaboration met Poet Spice. Nogmaals, neem ook een kijk op de kanalen van de andere dames. En mocht je geïnteresseerd zijn in de stans die ik hier heb gebruikt, dan kun je de linken hieronder volgen. Ook naar de stempelset natuurlijk. En kun je die aanschaffen, mocht je deze ook willen namaken. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie terugkomen voor mijn volgende video. Groetjes!